En de koning gaat marcheren met zijn 100.000 man. 100.000 man. 100.000 man. Dat gaat helemaal goed zo. Oké, we hebben weer die voetjes even uit elkaar, hè? Opletten. Goed zo. Opletten. Ja. Ga, regiment. Geef acht. Goed zo. Niet schuiven. Van boven. Bredemand. Over geweer. 1, 2, 3. En dan wordt hij moe. Heel goed. En dan aan deze kant. Nee, hoofdje naar die kant. Goed zo. Dan is los. Hier zo. Ja. Goed zo. Ja, ietsje zolder. Maken we daarvoor eventjes wat ruimte. Ja, we lopen gewoon doorheen. Wij fietsen daar doorheen. We halen de geweren naar voren en jagen alles zo aan de kant. Zo ben je. Ja. Ja, deze bent. Links, hè? Links, ja. Links, hè? Ja? Goed. Links, ja, links. Ja. Nee, die kant. Dat was goed. Links, links. Ja. Voorwaarts! Pas! Boom! Ja, lopen. Doorlopen. Boom! 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 Hey, ga mee! Ook op de rug! Ga er eens wat! Ik heb niks gedaan. Halt! En sta stil! Jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Applaus! Applaus! Kom op, kom op, kom op, kom op! Kom op, kom op! Ah! Vies, vies, vies! Nog een keer! Met die schroefbalen weer! Doe maar, nee! Goed zo! En dan lopen jullie dadelijk met de tanden. En in de Sprullenband, die geeft jullie een diploma. Hé, hey, dat is geweldig. En willen jullie ook wel, hè? Ja. Ja. Gaan we naar binnen. Wie wil er nog meer? Gaan we naar binnen toe. Nou, stel jullie maar daar maar zo op een rijtje. Stel jullie maar op een rijtje op. Wacht even, Keel. We zijn hier buiten. Hier wachten. Laat maar papa zien, je diploma. Ja, dat komt goed, hè. Als hij gaat, dan gaan we opgelaten. Wat de koster zijn gevrouwd is, loopt me snel van weer en weer. Tel hier een lotteraar, aan mensen met z'n duimen in de zijn we goed. Ook voor jou geldt dit geweer, kom maar dan Stefan. Hou dat geweer maar dan. Je moet naar voren staan met die andere. Hey, ja, daar heb ik 5 minuten pas. 5 keer opdrukken. Zullen we ons dat zingen, hè? Goed zo. Voetstoren? Ja, goed. Ja, die schieten. Kom maar. Hier vanaf. Doe bij je collega. Rosalina, met 100.000 man. Halt en sta stil. Heel goed.
heb je, als je, ik heb nog allemaal lont bij me ook. Ja. En dat is het verschil, dat deze net niet warm genoeg is, om direct altijd af te gaan. Oortjes! Oortjes! En dat is het kruidmagazijn. Je werd vroeger dus het zwarte kruid opgeslagen. Dat is van 1860 gebouwd. Toen moest het kruid droog opgeslagen worden. Alleen werd het hier opgeslagen. Maar het werd behandeld eentje verder in het kruidmagazijn. Dat het dus in kardoezen kwam die gebruikt werden om in de kanonnen te leggen. Een soort zakje. Dus het werd hier alleen opgeslagen. Het moest droog liggen, maar dat was hier ook geen verlichting toen nog. En daar hadden ze dus al een nissie mooi voor gemaakt. Met een heel dik glas erin. En daar stonden olielampen achter. En die olielampen die moesten natuurlijk op een gegeven moment zijn, ja, stoppen ze, dan lijkt het leeg. Moesten weer gevuld worden. Dus we hebben hier is nu een gang, heb je zelf. En dan kun je dus aan de achterkant naar buiten vullen en weer aan te steken. Dan kun je zo rondlopen. En dan deze is nu op het ogenblik gebruikt voor de roeiclub. En die andere ruimtes zijn de, van de 1 april vereniging. Oh, dus als je, de zeekenners zijn hier uit dan? Ja, die zijn eruit gegaan, dus de 1 april vereniging. Oh, okay. De roeiclub die zat in de achterste ruimte. Ja. En die zat altijd met die riemen, die moesten ze in de gang opslaan. En dat was niet zo handig. Nee. Dus ze zijn, toen de brug kwam, zijn hun hierheen gegaan. Ja, onder de riemen daar nog hangen. En de achterste ruimte zit in de brug. En dan de achterste grote ruimte zitten nu de dames van de, Geuzennaald. En die zijn nu ook weer bezig met de demonstratie, dus als je zo rondloopt. Dan kan hij dus daar kijken. Het enige nog in het gangetje. Er zijn twee treinen naar beneden, op iedere hoek zijn twee treintjes. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat kan niet hoor. Ja, nee, ik zeg het al even. Nee, heel goed, fijn. Het is verlichting, dus ga nu gang. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Hey. Dan gaan we soms dan natuurlijk veel. Ja, natuurlijk niet. Ja, wel een leuk woord. Speciaal voor mij te zetten. Oh nee. Tuurlijk. We hebben onze lievelingsdiertje, dat is een hele lieve scheepsrat. En een scheepsrat. En die ligt nu te slapen aan boord, maar ik ga een liedje zingen. Misschien wordt hij wel wakker. Wil je komen luisteren? Kom, kom maar even. Ja. Rinde de rat. En onder in het ruim is het altijd nat. Het hele ruim, dat is mijn huis. Ik weet wel 100 weggetjes naar het kombuis. Daar knaag ik aan de zakken en ik eet mijn buikje vol. Daarna ga ik weer slapen. Daarna ga ik weer slapen. Daarna ga ik weer slapen in mijn hol. Want ik ben rinderterat. Groter dan een muis en slimmer dan een kat. Rinderterat. En onder in het ruim is het altijd nat. Ik hou graag alle mensen voor de gek. Voor al die duffe dames op het achterdek. Dan ren ik langs de muren voor ik wegduik in een gat. Dan gaan de dames schillen. Ja hoor, dan gaan de dames schillen. Dan gaan de dames schillen. Want ik ben rinderterat.
groter dan een muis en slimmer dan een kat. Rindert de rat, rindert de rat. En onder in het ruim is het altijd nat. Iedere matroos die is naar mij op jacht. Ik ben een lekker hapje, nou, dat hadden ze gedacht. Want ik ben sneller dan een kakkerlak en gladder dan een aal. Ik ben gewoon de slimste. Ik ben gewoon de slimste. Gewoon de slimste van ons allemaal. Want ik ben rinder de rat, groter dan een muis en slimmer dan een kat. Die maaiende rat, hij is heel zacht, rinder de rat, en onder in het ruim is het altijd nat. En ik ben rinder de rat, groter dan een muis en slimmer dan een kat. Rinder de rat, en onder in het ruim is het altijd nat. Nou, dat was onze scheepsrat. Lief, hè? Langs Spanje, langs Italië, langs Griekenland. En je komt dan door de Bosporus en de straat van de Dardanellen uit in de Zwarte Zee. En in die Zwarte Zee, als je daar vandaan de weg vindt, soms de vaarweg, maar soms is je ondiep, over de Caucasus. Nou, via Georgië en Azerbeidzjan dan kom je uit in de Kaspische Zee. En daar stroomt de langste en breedste rivier van Europa in uit. En de langste en breedste rivier van Europa, dat is de Wolga. En bij die Wolga, daar speelt zich echt een dramatische liefdesgeschiedenis af. Dat was dus een oude Rus. En die leefde in de Caucasus. En was verliefd op Wolga. Hij zei, ik wil met je trouwen, zus. Dan geef je nu al gauw een kus. En dan spring ik in de Wolga. Ai, 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 Wolga. Als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Wolga. Mijn kind is zo koud. Met jou weer in de vodka benen. De dansen en de balalaika spelen. Ai, ai, Wolga. Als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Wolga. En Olga zei... Oh, nee, dankjewel. Oh. Ik blijf veel liever vrijgezel. Ja. Maar ik zie meer in Ivan. Aan hem schenk ik mijn hart misschien. Hij houdt tot 's avonds 21:45 mijn hand vast op de limon. Olga, als jij je van me houdt, dan spring ik in de Olga. Hij gaf me dus geen zoen, nee. En toen moest ik voor me goed vastdoen. Dat wel in die Wolga springen. Aan de kant, aan de kant! Ik nam een aanloop op het strand. En ik haalde net overkant. En ik ging daar door met Yeah.
Thank you.